Grupo de Oro presenta. Una organización no gubernamental conocida en las redes sociales como Espacio Común difundió una serie de videos en los que gente alrededor del mundo envía su solidaridad al pueblo de Cherán, esto a un año de que iniciara su lucha por defender su autonomía. Uno de los casos más destacados es el de Jerry de Chiffard, holandesa, quien compuso un rap para la citada comunidad y la meseta purépecha. Uit Nederland wil ik dit zeggen voor Tjeran, de ongerechtigheid, het duurt al veel te lang. Geschiedenis herhaalt zich, wanneer heeft men al geleerd? Hoeveel levens genomen en cultuur niet gerespecteerd? Het is niet juist om mensen zomaar te verjagen, hun cultuur, familie en thuisgrond te belagen. Voor politiek geneuzen, maar het draait om hebzucht en macht. Hoeveel langer nog totdat het kapitalisme alles heeft kracht? De drugs, het geweld, niet zeker van je bestaan. Ook al woon ik hier, op mij gaat het zeker raar. Kan me omdraaien van de domme houding zoals velen om me heen. Maar verdomme, het steekt me elke dag dat ik leef in zo'n systeem. Tjeran, vanuit mijn hart heb ik respect voor jullie strijd. Verzet geleverd tegen corruptie en criminaliteit. Met veel liefde en respect vanuit Nederland voor Tjeran. Agencia Cuadratín.